Er zijn een drietal verschillen met de vorige versie van Delta Nova. Enerzijds hebben we vooral natuurlijk conform het leerplan gewerkt. En daardoor zijn er een aantal begrippen die er vroeger wel in stonden, zoals score, de middelpuntshoek, verdwenen. Geeft ons van meer ruimte om te gaan verdiepen naar bijvoorbeeld het algoritme van Euclides, de talstelsels enzovoort. Maar wat vooral belangrijk is, of het grootste verschil, denk ik, dat iedereen zal merken, dat is dat de verzamelingenleer er terug in opgenomen is. Niet meer de verzamelingenleer om de verzamelingenleer, maar we gaan die vrij in het begin van het schooljaar toch al aanbieden, zodanig dat de zaken die heel interessant kunnen zijn qua notaties, qua inzicht enzovoort, dat we die doorheen het hele boek verder gaan kunnen gebruiken. Zowel voor getallenleer als voor meetkunde. Dat is al één zaak. Tweede waar we enorm op hebben ingezet, dat is de veelheid van oefeningen die we al hadden, hebben we nog eens echt onder de loepen genomen, gekeken waar er nog ergens eventueel dingen tekort waren, waar mensen nood hadden aan extra's. Dus die reeksen zijn zeker uitgebreid. En meer nog, er zit een nieuw niveau in, een remedieringsniveau. Zodat ook leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Als ze een aantal oefeningen niet correct hebben opgelost, kunnen ze die op zichzelf, eventueel met een correctiesleutel weliswaar, gaan bijbenen met die remedieringsoefeningen. En dat is heel duidelijk aangeduid in het boek om welke oefeningen dat dan gaat. En een derde zaak is de problem solving. We gaan echt los van de bestaande opdrachten die al in het boek staan, dus niet de normale vraagstukjes, maar echt de problemen aanbieden in aparte katerns die doorheen het hele boek aangeboden worden. Er worden heuristieken aangeleerd en verder doorheen het hele jaar ingeoefend. En dat natuurlijk allemaal in een nieuw jasje, een mooie nieuwe frisse layout.